een beetje live zijn. Komt ie, hè? Ja hoor. Hallo fijne mensen, prettige kijkers. Hier Steven Vermeulen en Roland Tameling aan boord van de Mercedes-Benz E-klasse All-Terrain. Dus Estate moet ook nog tussen. En we doen altijd een rondje rotonde. Dag, en dan zwaaien even naar de collega's. Sanema is al klaar bijna voor het weekend. Ja, heel Sanema is al bijna weekend aan het vieren en wij zijn nog aan het werk. Precies. Maar welkom dus aan boord bij Live Drive nummertje 9. Ja, het is wel weer een bijzondere week, hè? In aanloop naar Genève. Ja, ja, we hebben eigenlijk onze koffers al gepakt. Tandenborstel erin. Jij wel? Ja, ja, scheerspullen bij je. Oké. Okay. Maandag gaat het gebeuren, daar gaan we heen rijden. Onder meer met deze auto, met de E-klasse All-Terrain. Hij is echt nog heel erg nieuw. Hij heeft nog geen 600 kilometer gelopen. Dus we gaan hem eigenlijk inrijden op weg naar Genève. Gaan wij twee niet doen. Wij pakken andere auto's. Ik pak de Peugeot 3008. Nieuwe duurtester. Jij is het Ateca duurtester. Ja. En Marco Gorter gaat met deze auto rijden. Die gaat hem dus inrijden. Dus ja, volgende week zal je ons veel voorbij zien komen vanaf de beursvloer. Ik kreeg van de week de vraag, gaan jullie eigenlijk nog naar Genève? En dat is nogal een understatement, hè? Gaan wij nog naar Genève? Nou, we zitten er met 9 mensen. Ja. Videoteam natuurlijk. Roy gaat ook nog, naar de Volkswagenavond. En gaat heel veel interviews doen voor GTO. We hebben sowieso de geëikte beursverslagen. Maar wat misschien nog wel een leuk nieuwtje is om even te vertellen aan de kijkers, is dat wij ook voor nu.nl aan de slag gaan. Dat is een nieuwe samenwerking die we per direct gaan inzetten voor Autoweek en voor nu.nl. Ja, nu-only video's. Ja, ja. Ja, we gaan, we krijgen ons eigen platform zeg maar, op nu.nl. Dat gaat Nu Auto heten. En Genève wordt daar een beetje de eerste exponent van. Dus we gaan specifieke video's maken voor een wat breder publiek ook. Want ja, jullie zijn al volger van Autoweek en zijn natuurlijk al bovengemiddeld geïnteresseerd in auto's. Maar we gaan ook nog voor een wat breder publiek video's maken om wat meer uit te leggen wat het nieuws allemaal is. En we dat wat meer duiden voor mensen die niet zoveel met auto's hebben. Dus dat is een hele goede ontwikkeling. Maar iedereen die nu naar ons kijkt, die heeft wel heel veel met auto's. Hè? Daar kunnen we wel dat van wel hopen, ja. Toch? Ja. Ja. Goedemiddag heren, zegt Bernd Hilbrands. Helemaal goed. Dag jongens. En als je vragen hebt, kom maar door. Ik zit ze hier meteen in de gaten te houden via de Facebook Live app. Ik heb nu al twee verkeerslichten op rood gehad. Ja, er zit weinig dynamiek in nog, Steef. Ja. Hey, maar er staat ongelooflijk veel nieuws weer. Hè? De automarkt is echt wel weer in beweging op Genève. Ja, leuk nieuws. Die Sporturismo, die Porsche Panamera. Erg heftig nieuws. Nou, natuurlijk de wedergeboorte van Alpine. Dat vind ik echt dat een heel gaaf ding. Gaaf, hè? Ja, van meet af aan is dat al een geslaagd retro-model. Ja. Want er zit echt nog iets van die oude in, van die A110. Ja, het is echt heel sympathiek merk. Echt ook de kleine, compacte coupé zoals die A110 in de jaren 60 en 70 was, hè? Dat komt nu weer helemaal terug. En, dat vind ik en leuk dat hij ook zo heet. Hè? Er werd nog een beetje gespeculeerd. Ja. A120 hebben we nog gezegd. Welke maar A110 is. Ja. Ja. Heb jij het idee dat het merk echt een vliegende start heeft daarmee? Wat is jouw verwachting? Die aanloop is nu al een jaar aan de gang. Hè? Dus dat is wel heel goed. Dus ja, je zal zien, in het begin hebben mensen wel op gewacht. Ja. Dus dat eerste jaar, die eerste 2 jaar, die gaan echt wel goed, denk ik. Mm-hmm. Alleen, wat komt er daarna? Dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Wat er daarna komt, na die A110. En als dat eerste model aanslaat, wat wordt dan vervolgens de strategie? Hè? Ja, en er is nog een reden om heel erg uit te kijken naar die A110. Want dat is de eerste met dat nieuwe Megane RS-blok. Hè? Ja. De 1.8 Turbo. Ja. Dat blok komt geheid ook in de nieuwe Megane RS. We weten nog niet wat die gaat leveren, toch? Dat zou rond de 250 dat mogen we nog niet zeggen. We weten het wel. We hebben het onder embargo. Okay. Het staat volgende week ook wel in het magazine. Maar goed, op de beurs zullen we daar verslag van doen natuurlijk. Ja. Ja, ik kom zo terug op de vragen die binnenkomen, maar ik wil eerst graag ook nog even kijken of vermelden waar wij naar uitkijken voor Genève. Want ik ben eerlijk gezegd een beetje verbaasd geraakt van mezelf de afgelopen week in hoeverre ik onder de indruk raakte van die nieuwe Range Rover. Velar gaat die heten. En ik ben wel gecharmeerd van dat hele merk, maar wat is dit een goed ontwerp, joh. Je hoort mensen zeggen, het is gewoon een lager Range Rover Sport. Precies, of een wat grotere Evoque, maar dat vind ik dus echt niet. Want die Jerry McGovern, de ontwerper van Range Rover en Land Rover, die heeft echt een mooi staaltje werk geleverd. Want als je een beetje in de tactiek van designers gaat en de aanpak van designers gaat duiken, dan zie je dat ze hele mooie manieren hebben gebruikt om het plaatwerk en het licht te laten samenwerken. Ja, ik vind dat echt heel gaaf gedaan. Die handgrepen die verzonken zijn in de flanken. Ik had persoonlijk toch meer een auto verwacht in de geest van de BMW X6 en de GLE Coupé van Mercedes. Echt? Ja, nee, had ik meer verwacht.
dat hij nog meer zou ja, gaan... Ja, meer coupé-achtige daklijnen en alles had ik wel verwacht. Maar ik moet zeggen, ik ga hem volgende week natuurlijk in het echt zien. Ik denk dat hij gewoon heel erg klopt. Marco Gorter heeft hem al in het echt gezien, hè? Die was erbij, bij de onthulling, ja. 1 maart, 's avonds. Ja. Ja. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Ja, dat is wel leuk om naar uit te kijken. Maar sowieso, er is gewoon zo'n stortvloed aan nieuws. Ja, die Alpine kijk ik heel erg naar uit. Heel lang ook al. Ja. Mijn nieuwe Fiesta ST, wat denk je daarvan? Oeh, kijk, hè. 3-cilindertje, 200 ja. pk. Ja. Fiesta ST is echt mijn favoriete hot hatch in het B-segment. Ik denk van ons allemaal wel, hè? Van ons allemaal, ja. denk ik wel. Ja. En hij krijgt nu een 3-cilinder met 200 pk. Ik moet zeggen, de gewone Fiesta moet ik in het echt nog even om in laten werken. Ja, al die verschillende versies ook, hè? Kijk, ik ben altijd wel weer een man... Bumpertjes en zo. Kijk, jij even, je hebt het over Range Rover. Ik ben altijd meer een man van het normale spul. Ja, daar ben ik al lang ontgroeid. Ja. Nee, ik ben wel met je eens. De kleine hot hatches die wij zelf ook nog zouden kunnen betalen, dat is wel briljant. Hè. Ja. Overigens ook, wil ik graag ook nog even melden. De komende beursdagen ga ik ook nog met de live camera over de beurzen heen. Elk vol uur ga ik live video maken op een nieuwe stand. Dus dat raad ik je aan om ook in de gaten te houden. Ga ik ook weer vragen beantwoorden en dat soort zaken. Vragen. Ja, heel vragen. Goed. Remy Lahai zegt hier, vraag je voor Ronald. Nou, die is er vandaag even niet bij. Ronald Tamelink. Ja, Tamelink, ja. Dat is altijd Hamelding. Zo mooi met jouw naam. Ja. Ja. Nou, er komen heel wat varianten van binnen. Maar goed, je hebt nu je Uber-rijbewijs. Ga je daar verder nog gebruik van maken? Of was het echt om erachter te komen wat het allemaal inhield? Hij gaat bijverdienen, want de salarissen kunnen we altijd wel een beetje omhoog. Dus Ronald gaat bijklussen als Uber-chauffeur. Nee. Ik heb namelijk heel veel avonduren nog over. Dus in eerste instantie was het zeker de bedoeling om te kijken wat er allemaal bij komt kijken. En welke obstakels je moet overwinnen en hoe lucratief het is om het daadwerkelijk te gaan doen. Maar we zijn nu ook bezig om wat afleveringen te maken van dat ik daadwerkelijk Uber ga rijden. En die volgen binnenkort. Maar je moet niet Uber drijven. Hey, Uber. Even kijken. Dus dat was het antwoord op Remy's vraag. Ricardo van Zolingen. Zijn jullie woensdag ook op de beurs? Wij pakken overigens gewoon het vliegtuig. Ja, vraag het er maar in. Collega's van ons gaan ook met het vliegtuig. Maar ik ben in 2009 voor het laatst met de auto geweest. Daarna altijd gevlogen. Ja. En ik heb eigenlijk wel zin in die rit. Want die rit is gewoon altijd heel erg lekker. Ja, is leuk man. Ik heb echt zin in met een Peugeot 3008 Blue Audi 180. Heerlijke motorversie. Ik durf zelfs te zeggen dat soort ritten ook essentieel zijn voor onze duurtesters. Want op een rit van 6, 7 uur leer je een auto pas echt goed kennen, toch? Ja, dat is ook zo. Dus dat. Patrick Elsendoorn. Goedemiddag heren, wat is jullie mening met betrekking tot de overname van Opel door PSA? Er gaan geruchten dat ze de overname definitief bekendmaken voor Genève. Ja, 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 nou ja, goed, als je kijkt die ontwikkelingen die al gaande zijn op het gebied van die nieuwe crossovers. De Opel Crossland X die in Genève debuteert, die is onderhuids eigenlijk weer hetzelfde als die Aircross Concept van Citroën. Wat weer de nieuwe C3 Picasso of de C3 Aircross. Cross, hè? Dat is nog niet zeker hoe die gaat heten. Nee. En de Opel Grandland X is ook al aangekondigd. Dat wordt de opvolger van de Zafira. Die deelt weer 3008 techniek. Peugeot 3008, Peugeot 5008 techniek. Dus die ontwikkelingen zijn op zich wel logisch. En aan de andere kant, ik denk wel dat Opel veel meer aan PSA gaat hebben dan aan GM. Maar alhoewel, dat zeg ik wel. Dat moet ik niet zeggen, want een Ampera E was er nooit zelf onder Chevrolet gekomen. Dat is ook weer zo. Maar wat is het voordeel voor het publiek? Ik snap het niet hoor, want ik vraag me echt af hoe ze Opel ten opzichte van Citroën en Peugeot gaan positioneren. Daar ben ik echt heel benieuwd naar, want er zit nu niet heel veel onderscheid tussen die merken. Dan heb je ook DS nog. Ja. Moet Opel de premium speler gaan worden? Dat hebben ze eerder geprobeerd, was niet echt een succes. Nee, daar heb ik ook DS voor, hè? Precies. Moet het dan een concurrent gaan worden van zowel Citroën als Peugeot, waar al niet zo heel veel verschil in zit? Ik vraag me dat echt af. Ja, maar aan de andere kant, kijk, als je kijkt hoe de Volkswagen groep dat met Skoda, Volkswagen, Seat doet, dan moet dat toch ook met Peugeot, Citroën, DS en Opel toch ook nog wel kunnen? Ja. Maar ik vind het verschil tussen Skoda en Seat, daar snap ik zelf ook al helemaal niets van. Ik vind dat echt een hele rare strategie. Weet je, nu verdienen ze weliswaar veel geld aan die merken, maar ja, ik zie het niet. Ik ben daar nog heel benieuwd mee. Maar natuurlijk, ze zullen schaalvoordelen hebben, ze zullen financiële voordelen hebben. En die grotere schaal zal ook weer zorgen dat de producten wellicht wat slimmer en wat beter worden. Ik wil wel even terugkomen op wat ik net zei. Want inderdaad, zonder Chevrolet had Opel natuurlijk nooit een Opel Ampera gehad. En nu ook die Ampera E niet. Dus daar wil ik wel even op terugkomen. GM heeft wel een enorme innovatie laten zien. Hè? Ja, op elektrisch gebied wel. Ja. 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 Oké, een vraag van Jeremy Smit. Gaan jullie ook een keer met de Dodge Challenger van 2017 rijden? Hier staat had jij die niet gereden? Eén woord. Jij was toch laatst in Amerika? Hashtag Hellcat, zeg ik. Want die wil ik heel graag een keer rijden. Maar die wil ik ook een keer rijden. Geweest. Ja.
Maar daar hebben we niet met een Dodge Hellcat gereden. Maar ja, als het aan ons ligt, zeker. Dat ben ik heel benieuwd naar. Daar, ja, dat gaan we gewoon dit jaar doen, beloof ik. Yes. Gaan jullie die Mercedes tegen een Volvo XC90 en een Audi Allroad zetten? Nou, het is sowieso een V90 Cross Country. Die komt er zeker bij. De ja. Audi Allroad hebben we er niet bij gehaald. Maar die V90 komt er zeker bij, ja. Ja. Zodoende. Wat voor motor zit er in deze E-klasse All-Terrain? Vraagt Frits Gankema. Dat is de 220D. Het is geen CDI meer, dat zit nog steeds in mijn voorlopig systeem. Ook de enige motor in Nederland leverbaar. Er komt ook nog een 350D. Je kunt alleen maar diesels krijgen in de E-All-Terrain. De 220D en de 350 dus. En die komt later. Nou, dit is de viercilinder. Ik heb hem in december al gereden. 194 pk. Het kan hoor, voor Nederland. Prima. Ik heb hem toen in de Alpen gereden. Toen ging het ook al. Dus ja, nee, het kan zeker wel. Het wel behoorlijk op. Je stuurt zo'n ding direct in, hè, voor zo'n grote auto. Ja, maar ik kan die E-klasse wel waarderen. Ja. En ik vind echt een hele fijne auto. En die All-Terrain, als je een Audi A6 Avant rijdt, dan heb je er zoiets van, wow, dit is zo anders dan een A6 Avant qua rijden. Ik bedoel, een Allroad. Wat holliger. Een Allroad is zo anders dan een gewone Avant. Maar deze rijdt eigenlijk bijna als een gewone E-Estate. En dat vind ik wel heel erg knap. Ik weet niet of ik hem er een mooier uit vind zien, maar dat is weer een hele andere discussie. Lennart van Bommel kijkt ook. Goedemiddag, hallo daar. Die kijkt vaak, Lennart. Volkswagen Arteon. Die staat er ook zeker. Dus daar gaan we zeker ook naar kijken. Ja. Wanneer gaan we rijden met de nieuwe Yaris TS? Weet jij dat? Nou, die hele snelle Yaris met 210 pk komt aan het einde van het jaar. Maar begin april gaan we wel met de gefacelifte gewone Yaris rijden. En dat is wel snel. Maar die hele snelle, dat duurt nog wel even. Ja, ja. Maar die gaat die TS heten? Nee, volgens WSC mij niet, hoor. WSC is die Yaris WSC aangekondigd. Ja. Ja. Maar 210 pk, dat wordt wel... En TRD zit er dan ook weer diep in, Toyota Racing Development. Dat wordt wel een heftig ding. Ja, ik ben wel heel benieuwd. Snel praten jongens, mijn accu is bijna leeg, zegt Martijn Brouwer. Nou, in dat geval, Martijn, dan gaan we een beetje... Hoe is jouw accu eigenlijk? Ja, prima. Okay. Ja, mijn accu is helemaal vol, joh. Wat kost deze E-klasse waar jullie nu in zitten, zegt Lloyd de Kulve. Daar is die, dames en heren. Ik heb het hier staan. Consumentenprijs begint... van deze All-Terrain 220D 4MATIC op €73.917. Nou is aan jullie de vraag, en er staat geen prijs tegenover, wat kost dit ding zoals die hier staat? Ik wil verder gaan, kan de lijst met opties, kan dat op 1 A4'tje of hebben ze er 2 nodig? Ja, dat is wel een goeie, ja. Ik weet het antwoord al, maar ja, doe maar wat gokjes jongens en, dan, en dames. Dan geven we straks het antwoord. Even kijken. Wanneer selecteer je voor een bekende Nederlander weer 3 auto's, Rolands? Vraagt Douwe Veenstra. Nou, daar gaan we in april mee door, want we hebben dan een leuke samenwerking. Naar aanleiding met de DJ Frank van der Lende. Ja, precies. Ja. Ja, daar kunnen we in april meer over vertellen, maar dat wordt wel lachen. Ik zag hem gisteren nog op tv, toen moest ik gelijk aan die rode Alfa GT denken. Maar die heeft hij niet genomen. Die heeft hij niet genomen. Nee. Even kijken. Beste Autoweek, jullie zeurden voorheen altijd bij elke vernieuwde Volkswagen Golf, zegt Robert Versteeg. Hey, Robert Versteeg kijkt weer. Ja, ja. Vorige week was hij niet zo blij met de haperingen, weet ik nog. Dat was ook vervelend. Maar... Sorry, maar als het goed is, doet het nu weer goed. Maar op technisch vlak groot, deze keer zeurde Marco niet, maar het is geen Golf 7. Robert, ik weet niet helemaal wat je bedoelt, maar... ja, als je nog wat kunt verduidelijken, kom maar door. Heren, vraagt Sven Snijders, komt er nog een supercar in de live drive? Jazeker. Nou, de heftigste tot nu toe was natuurlijk die C-AMG, die C63 S-AMG. Heel die smaakvol heel gekleurd. Heel heftig. Ja. Maar wat mij betreft wel. En ik vind het eigenlijk wel leuk om aan jullie eens te vragen, wat zou je graag willen zien als auto in live drive? Ja, en willen horen vooral. Want ja, je ziet in live drive niet veel van de auto, maar je hoort natuurlijk wel. En ik moet zeggen dat toen met die AMG wel heel erg leuk was om naar te kijken ook. Toen was ik zelf ook kijker. Al was het alleen maar door de glimlach en het beetje onbehouden recalcitrante gedrag van de heren Kleijweg en Willebrand. Ja, nou, we gaan wel, briljant. We gaan wel iets moois organiseren. Robert Versteeg zegt 100.000 full option, deze E-klasse. Misschien kunnen ze het afkijken. Hè? 103.000, zegt Frits Gankema. Patrick Elsendoorn, 98.176. 95.000, 104.000. Andreas de Groothuis zegt €93.413,99. even kijken. Frits Gankema, daar kom ik zo op, Frits. Jouw vraag, dat is een hele goeie. Ik zal het antwoord geven. Let op.
Op 1 A4'tje, jawel. Het past op 1 A4'tje en deze auto kost, zoals we hem hier rijden, 95.687 euro. Dus. Heb je wel meer bodemspeling. En hele stoere bumpers. Ja. En een vrij briljante afgewerkte auto. Ik ga hem even op comfort zetten. Dan ga ik over die drempels. Bullseye. Nou is op hard. Ja. Op zo, op wat dynamic. Frits stelt hier een terechte vraag. Wanneer komt er iemand uit de auto-industrie in live drive? Iets wat wel is aangekondigd, maar helaas nog niet zo geweest is. Nou, laten we eerst eens even zeggen dat exact, we lekker Steve. Aan het proefdraaien geweest zijn. Juist. Al 9 afleveringen lang. Ja, maar het is wel, weet je, we zijn aan het pionieren. Ja. Het is heel erg uitproberen. Geluid is nog niet altijd even goed geweest. Ja, maar dat wordt wel leuk. Wat verbindingenproblemen, nou dat soort zaken. Maar ik beloof je... binnenkort gaan wij absoluut met prominenten uit de internationale autowereld... Kijk, dunk. Ja, daar is het wel wat harder dan. Ja, hè? Ja. Maar dan gaan we zeker met prominenten uit de internationale autowereld live driver maken. En mensen die in het nieuws zijn bijvoorbeeld. Ik weet een leuke vraag. Wie weet in welk dorpje we nu rijden? Ik heb zelf niet eens een idee. Nee? Leuke muts, mevrouw. Goed, anyway. Dit is volgens mij Rozenburg. Doe maar een klassieker, dat mag wel. Apart 124 Spijden willen ze graag Reisenhout, zien. Sorry. We rijden nu in Reisenhout. Oh, de 812 Superfast. Om voor live drive? Ja. Oeh. Nou ja, of die GTC Quattro Lusso. Vind ik ook wel lekker. Ja. Goed. Je bedoelt de GTC 4 Lusso? Ja, die. Ja, die ene, ja. Ja. Nee, de Lusso dan, ja, toch? Ja. Zullen we iets weggeven? Ja. Ik heb hier namelijk, let op, iets wat heel verstandig is tijdens het rijden. Ja, het jaar is nog betrekkelijk nieuw. Het is begin maart. Ja, we zitten pas in maart. Maar hier hebben wij een hele mooie Audi-kalender. Die kregen we van de week opgestuurd. Ik weet ook niet waarom nu pas. Maar die geven we weg. Dus ben jij een grote Audi-fan? Laat even... Mooi. Kijk, deze is al niet meer nodig. Ik zal even rustig laten zien wat er allemaal in staat. Dan kan je de datum maar eraf knippen. Dit bijvoorbeeld komt nog wel. Le Mans, onder andere. Hele vette kalender voor de rest van het jaar. Laten we zeggen... Ja, ik ben altijd wel gewoon benieuwd naar de motivaties van mensen. Jij? Waarom moet jij die kalender aan jouw kamer, aan jouw kamermuur hangen? Of op je kantoor, toilet. Of op je toilet, dat is een hele logische plek. Ja. Ja, ja, kom maar door en wees een beetje verrassend. Dan gaan we dat sowieso wel eens eventjes uit de comments pakken. Ook voor de mensen die hem terug zitten te kijken. We houden alles in de gaten, dus dan gaan we hem verloten. Ik heb er nog eentje. Ja, vraag me niet waarom we ineens twee kalenders hebben gestuurd gekregen. Echt waar? Ja, die had ik laatst 15 jaar Volkswagen Campercentrum, 60 jaar Volkswagen Campers. En ik wil jullie wel uitnodigen. Ben je een eigenaar van een Volkswagen Camper of überhaupt een camper? Ben je een camper? Ben je een kamper? Kampeerder? Ja. Een camperaar? Goed. Zet dan even een foto van je leukste kampeer- of vakantiefoto in de reacties. Dat kan gewoon op Facebook en ook in de timeline. En de leukste foto, die belonen wij met deze kalender. En ik laat hem even zo aan de achterkant zien. Er zijn allerlei... Ik sta gewoon versteld van hoeveel die dingen waard zijn. Wat die California's of zo. Dat is echt niet normaal. Ja, ik was laatst natuurlijk op In de Classics in Maastricht. Ja, ook al 95.000 heb ik volgens mij zelfs al gezien. Ja, of als je een nieuwe Volkswagen California wil kopen. Nee, zo'n oude. Zo'n oude. Ja, maar dat is ook super charmant natuurlijk. Ja. Oké. Okay. We zijn alweer 18 minuten aan het rijden, Roland. Ja, ik ga langzaam maar een beetje afsluiten, niet? Zijn er nog leuke vragen? Ik zal even kijken. Ik ben even aan het terug scrollen. Wat een gave kalender, zegt Rick ten Hengel. Voor mijn buurjongen die helemaal Audi-lijp is. Okay. Omdat ik anders mijn moeders verjaardag weer vergeet, zegt Tom Brouwer. Omdat mijn 2016 kalender is verlopen, al dus Max Sonneveld. Daar kunnen eindelijk de ouderwetse oliekalenders met schaars geklede dames van de muur, al dus Michel van Lent. Goeie. Oh hier, en Bernd Hilbrand zegt 200.000 euro voor een Samba T1. Dus dat is zeg maar... Nou, dat was die ik gezien nog een koopje. Ja, dus een 95.000. Waarom heb je niet meteen toegeslagen? Ja, ik had het net niet in mijn binnenzak zitten. Nee, maar 200.000 euro, hè? Ja, dat zou ik dan echt nooit aan zo'n auto besteden. Ik zou dan echt een mooie 911 Turbo, een 911 Turbo 3.6, als je die er nog voor kunt kopen voor 220.000. Nou, dat gaat ook hard. Dat gaat ook hard, hoor. Maar we leven in een tijd waarin een goed geconserveerde De Chauveau ook al 25.000 euro kost. Goedemorgen. Ja, dat zag ik ook in Maastricht. Ja.
Dan heb ik eigenlijk mijn Amazon veel te goedkoop verkocht. Ja, denk dat, ik. Dat wilde ik niet zeggen, nee, maar ik precies. dacht het wel. Wow, Hoppa, die, die had er goed de gang in. Hey, maar hij zag natuurlijk dat het een all-terrain was, dus hij kan wel de berm meepakken. Precies, precies. Ik schakel net in welke auto zitten jullie? E-klasse all-terrain, de E220D Estate all-terrain. Dus, helemaal te vol, hè? Ja. Ja. Hey, maar ik wilde ook nog de nieuwe GTO behandelen, de auto ja. van deze week. Daar staat ook weer heel veel moois in, maar laten we hem afsluiten. Dit was live drive nummer 9. Vanuit de Mercedes-Benz E-klasse combi estate, moet ik zeggen, all-terrain. Ja. Bedankt voor het kijken en graag tot de komende week, want dan zitten we dus met volle kracht op de Autosalon van Genève. Stefan is erbij, ik ben erbij, Marco Gorter is erbij en we gaan op alle platformen vol uitpakken om jullie zoveel mogelijk te laten zien. Vanaf maandagavond is het al zover, dus graag tot dan en volgende week weer een nieuwe live drive met twee andere presentatoren en een andere auto. Goed weekend. Doei!